heb weer boodschappen gedaan bij de supermarkt en ik ga jullie dat laten zien. Nou, dit zijn de boodschappen die ik gekocht heb. Ik ga beginnen met de zuivel. Een kilo kaas voor de kaaselookkwark. Ja, ze noemen het dus ook wel kaas. Hier heb ik walnoten. Walnoten voor de eiwitten. Er zit ook vitamine B1 in en B6. Echt heel goed voor een handje noten per dag. Hartstikke goed, hartstikke lekker. Half volle melk. Ik ga pannenkoeken maken. Daar heb ik dus de melk voor gehaald. We hebben hier linessen yoghurt, perzikyoghurt. Is een beetje hetzelfde als Optimal, maar dan van het merk van de Lidl. We hebben de cottage cheese. De verse slagroom. Tot wanneer is die eigenlijk houdbaar? Tot 1 juni. Moet die wel even de koeling in zometeen. Dus dit zijn allemaal bronnen van eiwitten en calcium. Goed voor je botten. Vanaf je 30ste breek je je botten af. Elke maand bouw je botten af. En dan kan je dus botontkalking krijgen. Of osteopenie. Dus lichte afbrakeling. Dus door te bewegen en calcium en eiwitten te nemen, zorg je ervoor dat de eiwitten weer op worden genomen in je botten. Dan gaan we nu door naar het fruit. Ik heb alle bananen in huis voor de kalium. Hier hebben we lekker peren, conferansperen. Kilo mandarijnen, altijd lekker. Kastanje champignons, ze zijn er weer. Hartstikke lekker. Beetje peper en zout erop. Lekker met ui en met knoflook bakken. 3 kiwis. Grapefruits, altijd heel erg lekker. Een rode grapefruit. Een kampioentje. Heel erg lekker. Aan de achterkant zitten sesamzaadjes. En pompoenpitten. Dan heb ik green tea. Altijd heel erg lekker. Ik heb hem ook wel eens van Lipton. Lipton Iced Tea Green. Ook lekker. Maar deze is ook heel erg lekker. Dan hebben we kalkoenfilet met tuinkruiden. Heel erg lekker. Extra belegen plakken en dat is de 30 plus. Maar 30 plus, dan gaan we even kijken hoeveel vetten dat erin zitten. 19%, dus eigenlijk is het 20 plus. Er zitten maar 20% vetten in. En de voorkant staat op 40% minder vet en 30 plus. Maar dat zou dus 20 plus moeten zijn. Dan hebben we nog een komkommer. Heb ik nu alles? Ja, ik heb nu alles. En ik heb daarvoor betaald €23,73. En dan kan ik hier weer eventjes tegenaan. Ik heb nog heel veel groenten in de koelkast liggen. Ik maak het... De groenten die ik gekocht heb, die heb ik allemaal in de foodprocessor gedaan. Pak soi en paprika. En ui. En wortel, julienne. Dus dat heb ik allemaal. Dus groenten heb ik dit keer niet gekocht, omdat ik al heel veel groenten had liggen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Hier komt even een aanvulling over de botten. Dit is van mijn huisarts. In uw botten wordt voortdurend nieuw botweefsel aangemaakt en oud weefsel wordt afgebroken. Dat is normaal. Tijdens de groei is er meer aanmaak van botweefsel. Op oudere leeftijd meer afbraak. Met ouder worden worden uw botten brozer. Als ze erg breekbaar zijn, spreek van botontkalking of osteoporose. Voor de aanmaak van botten zijn... Voor botweefsel zijn lichaamsbeweging en goede voeding belangrijk in uw leven. Onvoldoende lichaamsbeweging, te weinig kalk en voeding en te weinig daglicht buiten komen kunnen osteoporose bevorderen. In de eerste jaren na de overgang wordt het bot sneller afgebroken. Wat zijn de klachten? Wat kun je doen om niet je botten te laten afbreken? Zorg voor voldoende lichaamsbeweging, 5 keer per week 1,5 uur, fietsen of sporten. Lichaamsbeweging bevordert botweefsel.
En bovendien beoefent u daarmee uw spieren. Door bewegen valt u dus minder, blijft dus actief. Zorg voor gezonde voeding, 4 portjes zuivel per dag. Een portie zuivel komt overeen met 1 glas melk. Karnemelk, yoghurt, kwark of vla, een plak kaas. Beleg voor 1 boterham. Zuivelproducten bevatten kalk, calcium en vitamine D. Vitamine D is nodig om kalk uit de voeding op te nemen. Als u dagelijks buiten komt, met in ieder geval uw gezicht en handen bedekt, maakt uw lichaam al zonlicht aan, ook op bewolkte dagen. Dus, dat wilde ik nog even als aanvulling geven. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden om de video te zien, waar je de boodschappen die ik gekocht heb. En, dankjewel voor het kijken en abonneer je. Ik vind het leuk als je abonneert. Ik vind het ook leuk als je gaat kijken. Inspiratie. Doe het ook voor jullie. Hartstikke leuk. Tot de volgende keer.